beseffen dat dit weer zo'n vlog is dat ik alleen maar aan het eten ben. Ik ga voor het eerst deze oogpads under eye pads aanbrengen. Patrick, kan jij heel even mijn camera vasthouden in dit belangrijke moment? Ik vind het echt super stom van mezelf. Oh, spannend. Ik ben zo benieuwd. Goedemorgen, het is maandag 22 januari en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is lekker zonnig en ik werd vandaag vroeg wakker. En ik ben weer fitty aan het drinken, want ik heb echt een hele zeer opgezette buik. Misschien is dat omdat ik onbewust verhuisstress heb of zo, want ik heb een spastische darm. Volgens mij heb ik daar een keer een storytime over gemaakt. En anders ga ik dat nog wel een keertje doen. Maar in ieder geval, ik heb net ook mijn eerste verhuisvlog gestart. En dat ga ik gewoon apart van mijn weekvlogs uploaden. Ik weet nog niet wanneer, maar jullie gaan het zien. Dus ik hoop dat mijn buik snel wat minder dik wordt. En dan ga ik ergens deze dag ook nog richting Patrick. Oh, superleuk! En dan ga ik samen met Patrick en Dave Seagate boeken. Dat is een festival. En vanmiddag worden ook de eerste namen van de artiesten die gaan optreden bekendgemaakt. Superleuk. Maar eerst goed voor mezelf zorgen. En mezelf klaarmaken. Voor jou. Over 5 minuten worden de eerste namen van Seagate bekendgemaakt. Oh, spannend. Ik ben zo benieuwd. Ja, ik ook. Ik hoop voor Kylie dat M&M komt. Wie heb jij dit komt? Ik weet niet. Ik hoop heel erg dat Ronnie Flex komt, maar ik weet niet of ze hem uitnodigen op zo'n internationaal festival. Maar ze hebben wel vaker artiesten uit Nederland gehad. Ja, dat wel. Maar dat waren meer... Oh nee, Chef Special is er ook geweest, toch? In Kensington en zo. Volgens mij wel. Maar die zingen denk ik wel meestal in het Engels ook, hè? Ja, en maar Martin Garrix ook. Maar oké. Okay. Wat zijn internationale artiesten die ik leuk vind? Sowieso komt Sam Smith niet. Nou... Als die komt, hè. Ik denk niet dat ze gelijk de headliners bekend gaan maken nu. Ik denk eerst kleinere artiesten. We gaan het zo zien. Ja, ben benieuwd. Oké. Sowieso Kendrick, dat is echt top. Kygo vond ik eerst wel cool. Nou ja, het is sowieso leuk om gewoon heen te gaan. En ik vind Clean Bandit echt top. Dit is ook wel leuk. Ik ga waarschijnlijk overal gewoon lekker op dansen. Zo mooi. Roze. Oké, maar we zijn nu dus onderweg naar Wonders in Heerhugowaard. En dan gaan we daar eventjes gezellig wat drinken en Seagate boeken. En ik heb een fietslampje vast, want anders zit ik erop met mijn dikke lijf. Maar Patrick heeft nieuw haar en het is echt heel schattig. Het is achterop, ik schijn er ook echt met het rode lampje op nu. Het is achterop zo kort en zo zacht. Het is echt heel lief. Heb je er zin in om Seagate te boeken? Ja. Ik ook. Wie van de lijnen vind je tot nu toe het coolst? Ik denk ik. Want Kendrick Lamar vind ik wel cool, maar ik ken eigenlijk bijna niks van zijn muziek. Ik denk dat Clean Bandit Live echt heel vet is. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Dus dat je fave tot nu toe? Ja, tot nu toe wel. Of Kygo misschien ook wel. Ja, dat is ook wel leuk. I like it. Oké, nu ik heel veel geld uit heb gegeven aan Seagate. Ik kom uit 90. Wil ik geld uitgeven aan eten ook? Ik bedoel, nu ben ik toch al arm. Er komt geen einde aan. Het is echt ernstig, er komt echt geen einde aan. Ik vind mosterd trouwens echt vies. Wat vind je vies? Mini kaassoufflé. Wat is dit? Kip of zo? Ik denk het. Patrick is vandaag naar zijn werk toe. Daar ga ik straks eventjes langs en dan gaan we weer richting mijn huis. Maar voordat ik dat ga doen, heb ik een shirt van mij in de was gegooid. Want ik had hier mijn grijze hoodie liggen die ik met Jesse heb ontworpen. En die had Patrick geleend. En toen ik hem net vond, zijn er allemaal hele heftige vlekken in. Dus ik schrok me dood. Ik kreeg het er niet uit op de hand. Dus ik had paniek, want het is wel mijn baby. Zit nu in de wasmachine en als het goed is, is hij echt zo klaar. Ik hoop zo dat die vlekken eruit zijn. Anders is het zo zonde, want het is ook de eerste druk. En anders kan ik misschien nog wel een nieuwe vraag hoor, maar... Het zou echt zonde zijn. En dan heb ik niks om vandaag aan te doen. Dan moet ik iets van Patrick's kast jatten. Maar dat kan ook. Nee, het zit er nog steeds in. Ik denk niet dat dit er nog uit gaat. Oh... Wat is dit ook echt? Ik dacht dat die ene vlek van net alles was. Was het dus niet. Maar goed. Patrick heeft een erg kleurrijke kledingkast. Ik heb ook gewoon hier nog deze hoodie van mij hangen. Oh, als er kleurrijke dingen zitten in de was. Altijd als ik mijn outfit uitpleg gaat het fout. Maar dat is ook thuis hoor. Doe ik het een keer? Oh, wat moet ik aan? Ik zou een pakketje van Shizzy krijgen. Dus ik ga even vragen of ze hem al verstuurd heeft. En of ze er anders een grijze hoodie bij wil doen. Hebben jullie dat ook? Dat als je nat haar hebt en nog geen make-up op hebt. Dat je jezelf echt lelijk vindt. Het komt zo wel weer goed hoor. Mijn haar moet ook gewoon even opdrogen. Ik moet echt even, als ik deze vlog ga monteren, dit erin laten. Want normaal gesproken zou ik dit eruit knippen. Maar ik vind het ook altijd wel chill om gewoon van andere YouTubers te horen. Wat hun imperfecties zijn of zo. Ik wil gewoon open zijn met jullie. En
Ik vind het echt super stom van mezelf. Maar ik ben dus zo iemand die het heel moeilijk vindt om spullen uit te lenen of zo. Ik weet niet, ik vind het gewoon niet chill. En dan doe ik het een keer en dan is mijn shirt verpest, zeg maar. En ik hoop gewoon dat ik eventjes mijn make-up ga flikken en dat mijn haar straks goed zit. Ik ben trouwens altijd video's aan het kijken als ik mijn make-up doe. Laat me weten of jullie dit ook doen. Ik heb net de vlog van Jamie Lee gekeken. En ik ga nu een video van Summer McKean kijken. En ik weet niet of jullie haar kennen. Ik vind haar gewoon heel leuk. Is deze foundation de goede kleur voor mij? Nee, ik moet hem denk ik eventjes iets lichter maken. Want ik vind deze druppeltjes van de Primark. Deze zijn echt heel intens. Je hebt echt maar heel weinig nodig. En dan maak je foundation echt veel witter. Dus het is echt super fijn. Ik heb wel ook leuke dingen op de planning staan. Ik heb echt... Nou ja, ik moet pas 12 februari beginnen met stage. Dus ik heb best wel veel tijd nog om sowieso te verhuizen. Dat is fijn. En dan kan ik een beetje settelen in Amsterdam. Maar ik heb ook tijd om met andere YouTubers te filmen. Ik ga nog niet vertellen met wie. Maar ik ben wel benieuwd wat voor YouTubers jullie zouden willen dat ik mee samenwerk. En dan... alles gaat fout. Oh, dit is gewoon echt een Make-up Friday aan het worden of zo. Nee, maar ik ben ook wel benieuwd of jullie storytime video's wel willen zien. Want ik heb dat wel eens gemaakt. En ik maak dus Make-up Fridays waarin ik klets over mijn leven. En ik maak mukbangs. Dus ik vind het leuk om gewoon te praten. En jullie vinden dat ook leuk om te zien van mij, heb ik het idee. Dus ik ben wel benieuwd of jullie storytimes van mij willen zien. En zo ja, over wat. Want het lijkt me wel gewoon gezellig om gewoon met een kopje thee te gaan zitten en jullie te vertellen over dingen. Beetje cozy. Ik hou van cozy video's, dus het lijkt me heel leuk om dat te maken. Maar ik weet niet zo goed over wat ik storytime zou kunnen maken. Ik had in ieder geval laatst met Sabrina en Christina gefilmd. En dan op Christina haar kanaal hadden we een storytime geplaatst over onze eerste dag op de middelbare school. Dat vond ik wel heel leuk. Dus ik ben benieuwd of jullie dat willen zien. Ik vind dit echt al een stuk beter. Alleen, waar ik nu weer tegenaan kijk. Dit is dan weer een beetje jammer aangezien ik vandaag nog naar huis moet reizen. Wat is er? Dit is het eerste wat ik ga eten vandaag. Niet het eerste wat ik ga drinken. Hey, shotten. Oké, of het gaat meevallen omdat ik hem inmiddels al heel vaak heb gehad. Of het gaat nog steeds heel erg. Maar het is wel gezond. Je moet echt Het valt wel mee. Oh, jongens, ik eet echt heel veel gezonde dingen de laatste tijd. Ik had zelfs gisteren een maaltijdsalade als avondeten. Maar ik eet ook heel veel ongezonde dingen. Vet chill. Patrick heeft dus raspatat. Laat even weten of ze dat bij jullie ook verkopen. Oorlog. Maar ik wilde ook graag ui bij mijn mayonaise. Dus toen vroeg ik of ze... van de oorlog de ui los wilde verpakken. En nu hebben we vet veel ui. Lifehack. Nu ga ik dit ook eten. Oké, en ik heb dit. We kijken de allereerste Harry Potter. En ik vind dat we alle Harry Potter films moeten kijken. Nieuw. Ik heb een drop hockey stick. Besef me dat dit weer zo'n vlog is dat ik alleen maar aan het eten ben. Patrick, kan jij heel even mijn camera vasthouden in dit belangrijke moment? Oh, mijn ringlamp staat erop. Ik keek gisteren hiernaar dat dit weg moest. En toen kreeg ik ook nog een reactie op mijn vlog. Moet je gaas kerstboom niet weg? Ja, dat moet inderdaad. Nu zie je. Moeten we even een andere plek vinden voor deze foto's? En als je denkt, yo, waar staan er allemaal lampen op je kamer? We hebben een foto gemaakt voor mijn Instagram. Is er nog iets dat ik wil vertellen? Oh ja, ik heb vanmorgen weer gefilmd voor mijn verhuisvlog. Ik weet niet wanneer die online komen. Maar ze worden leuk. Ja, sowieso. Mm-hmm. Dit vind ik een leuke foto van jou. En dit vind ik een leuke foto van ons.
Oh, ja. Een kruik op mijn buik. En het tweede deel van Harry Potter. En, obviously, eten. Maar verklaar dit eens. Wat ben je aan het doen? Ja, dit is gewoon wel lekker, man. Ja, en ik heb deze nog. Echt chill. Deze is lekkerder dan Tony Caramel Zeezout. Verkade Caramel Zeezout. Er zit meer karamel en meer zeezout in. Wat ben je allemaal lekker aan het koken? Ik ben een roze ui aan het snijden. En ik heb helemaal mijn bril gepakt. Want ik hou heel snel van ui. Zelfs als ik lente ui snij soms. Dus ik hoop dat het meevalt van mij. Met knoflook alvast in het pannetje. En als pennen. Mensen dit recept willen, dit zit in de vorige week vlog. Vertel ik dit. Maar jij en je moeder gaan het zalm eten. Dat vind ik niet zo lekker. Dus ik kocht zo'n kant-en-klaar ding. Met ook pasta en dingen. Lekker. Hoe snij jij een ui? Ik ben hem aan het snipperen. Wow. Ik kan komen er nu allemaal stukjes uit. Hoort het alleen zo te doen, maar dat kan ik niet. Ja, maar ik ben hier niet zo heel goed in, hè? Oh, wow, yo. Dit is een coole techniek, jongen. Wow. Ja, mijn moeder kan het nog veel beter. Maar... vandaag zit zij op de bank en moeten wij het hebben. Ja, wij moeten lekker koken. Oké, we hebben het een heel klein beetje anders gemaakt dan in de vorige week vlog. Namelijk met verse spinazie en zo'n zakje met roomsaus. In plaats van dus diepvries spinazie à la crème. Maar het ruikt heel lekker en ik heb zin om dit te eten. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga voor het eerst deze oogpads under eye pads aanbrengen. Dit zie ik altijd bij super fancy YouTubers. Maar ik heb altijd best wel last van vocht dat zich vasthoudt onder mijn ogen of zo. En deze komen bij de Action vandaan. Ik ga het nu voor het eerst testen. Oké, dit is in losse zakjes verpakt. En je moet dit voor 30 minuten laten zitten. Oké dan. Er staat voor de rest niet bij wat hiermee aan de hand is. Is dit er één? Zit er nog één in? Oh, er kwam allemaal jelly uit. Ik ben alles vies aan het maken. Ik heb een baby. Je hebt ook issues. Ik ga dit 30 minuten laten zitten. En dan gaan we ondertussen Harry Potter verder kijken. Oké, ik heb gisteren niet gevlogd voor deze weekvlog, maar wel voor mijn verhuisvlogs. Ik heb namelijk heel veel spullen ingepakt en ik heb met Patrick weer Harry Potter gekeken. Maar nu is het vrijdag en Patrick is naar huis, dus ik ga de nieuwe aflevering van Riverdale kijken. Daar ben ik nog steeds lekker verslaafd aan. Ik zit hier ondertussen op mijn computer. Waar staat het? Hoezo? Ik moet gewoon dit doen. Ja. Oké. Zin in. Mijn Essence hebben of haten deel 1 is net online gekomen. En wat zijn jullie weer leukies. Ik ga allemaal hartjes geven. En zo ook eventjes reageren. Ik ben echt blij. Ik heb al een tijdje geen hebben of haten meer geplaatst. Dus ik ben blij dat jullie er ook zo enthousiast over zijn. Mama heeft lekker taco's gemaakt. Het gehakt staat nog op het gasfornuis. Maar zin in. Eetvlog dit. Jee, alsof ik hier nog niet genoeg dozen heb staan. Hier zitten weer items in die ik van Shizzy heb ontvangen. Ik kom nog in een shoplog. Maar ik heb mijn grijze hoodie weer. Oké, jongens. Morgen is de dag daar dat ik echt spullen ga verhuizen naar Amsterdam. Vet raar. Ik ben dan ook voor de eerste keer in het huis terwijl het licht is. Ik ben er 2 keer eerder geweest. Dat was allebei in het donker. Maar mocht je willen weten hoe mijn nieuwe kamertje eruit gaat zien... deze blijft gewoon hier en zoals het is. Maar ik ga dus nog verhuisvlogs plaatsen. En ik zou het heel leuk vinden als je die ook wil kijken. En je gezellig abonneert op mijn kanaal. Ik heb vandaag ook 32.000 abonnees behaald. Heel erg bedankt daarvoor. Heel blij mee. Superleuk. Ik ga dus nog een shoplog opnemen. Ik heb hier nog een aantal dingen op mijn bureau staan die ik binnenkort ga testen. Daar heb ik heel erg veel zin in. Maar nu ben ik moe. Nu ga ik slapen en de batterij van mijn camera opladen om morgen de verhuisdag te vloggen. Dus heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk zie ik je snel weer terug op mijn kanaal. Doei doei!